Hannelore is natuurlijk op pad met het Brabants Wuske en vanochtend ging ze ontbijten. Eens even kijken hoe dat gegaan is. Morgen. Goedemorgen. Vroeg, hè? Een beetje veel, hè? Als we dan vroeg gaan, dan wil ik op z'n minst wel even een goed ontbijtje. Wat jij? Ik vind het een goed idee. Op naar Den Dungen dan. Want ik word altijd wakker met een biertje in mijn hand. Loop de hele dag te zingen en te zuipen. Elke morgen wakker met carnavalsmaandag. Als ik weet het, dan 8:15. Het is gewoon een wonder, het is gewoon geluk. Wakker met een biertje. En mijn dag kan niet meer stuk. En mijn dag kan niet meer stuk. Nou, gaan we wel even proberen te maken vandaag. Oh, er is ook nog iemand jarig. Nou, Twan, jij hebt ons een Facebookbericht gestuurd. Ja, nou jullie busken natuurlijk, hè, want ik had zoiets van, ja, jullie zochten leuke dingen in Brabant. En ik denk, ja, dat is natuurlijk niks leuker dan ons 33-jarig ontbijt hier in Krabbedonk. Dit tijdstip vind ik iets minder leuk. Ik vind het tijdstip ook een beetje lastig. Het is dan ook een groep van 6 mensen die het eigenlijk zijn begonnen 33 jaar geleden. En die hebben het verhaaltje is eigenlijk zo gegaan dat ze op zondagavond de kroeg niet uit konden komen. Want dat was erg lastig. En Huub den Boer, hier van tegenover van Hotel Roosters, die zei toen als tegenprestatie, als jullie alsjeblieft maar naar bed gaan, dan zal ik morgen zorgen om 9 uur dat ik een ontbijt voor jullie neerzet. Een heerlijk ontbijt. Maar zei hij, wel met de opmerking erbij dat je in pyjama moet komen. Als ik binnenkom, dan moet ik al weer kruipen. Het is gewoon een wonder, het is gewoon geluk. Wakker met een biertje en mijn dag kan niet meer. Proost op jullie jubileum, mama, hè? Zullen we op deze morgen dan maar eentje nemen? Ook, dat we nog vele mogen krijgen. En dus... jij weet het alleen hier. Rick, jij rijdt terug. Ja, ja, heel leuk. Ja, en nou weer naar huis. Ja, nu snap ik stiekem waarom Hannelore een beetje brak was vanavond. Want ja, die had het toch een beetje zwaar, denk ik. Vanochtend al ontbeten met een paar biertjes en een paar schrobbelertjes. Ja, dan is het nog een lange dag, inderdaad.